Dit zijn heel bijzondere beelden. Alleen Omroep Brabant mocht filmen bij het uitpakken van het laatste oordeel. Het schilderij van Jeroen Bos dat normaal in Brugge hangt, maar nu dus in Den Bosch. Dit filmpje vat ongeveer 2 uur werk samen. Het uitpakken van een 500 jaar oud paneel gaat niet zomaar. Het is een behoorlijk secuur werkje. Elke keer als zo'n werk is vervoerd, wordt bij het uitpakken heel precies gecontroleerd hoe het werk eraan toe is. Daar is iemand bij van het museum en iemand van de transporteur. De blonde man is Luc Hoogstede van het Jeroen Bos Research and Conservation Project. Hij heeft de afgelopen jaren bijna alle schilderijen van Jeroen Bos wel in handen gehad. De vitrine met aan alle kanten glas heeft klimaatbeheersing en speciale verlichting. De klemmen in de vitrine passen precies om de lijst. Het is bijzonder om je te bedenken dat dit wereldberoemde schilderij ruim 500 jaar geleden een paar straten hier vandaan is gemaakt. Door een man van wie we eigenlijk heel weinig weten. Behalve dat we nu nog steeds onder de indruk zijn van zijn verbeeldingskracht en zijn vakmanschap. Het paneel heeft in al die jaren heel wat doorstaan. De brede strepen op de achterkant van de zijpanelen komen omdat iemand die 2 panelen ooit met balken aan elkaar heeft gemaakt. Dat Bos op die achterkant ook iets had geschilderd, maakte blijkbaar niet zoveel uit. En wie straks goed kijkt in het museum, ziet op een van die achterkanten nog de afdruk van de hete lijmpot die er toen op het werk is neergezet. Er is overduidelijk een tijd geweest dat er met dit werk wat minder zorgvuldig werd omgegaan dan nu. Van het laatste oordeel werd gedacht dat er door meer mensen aan was gewerkt, niet alleen door Bos dus. Maar volgens de deskundigen van het Bos Research and Conservation Project maakt hun studie nu overduidelijk dat het een 100% echte Bos is. Voor de tentoonstelling Visioenen van een Genie in het Noord-Brabants Museum zijn ruim 20 schilderijen van Bos zo precies uitgepakt en opgehangen.